Ja, usually the morning after. Hoe is het gevoel? Ja, gewoon goed, man. Ik natuurlijk bittere pil, want ik had het allemaal anders gevisualiseerd en anders verwacht. Maar ik heb het geaccepteerd, man. Dus, de kans is niet gegaan, niet kunnen pakken zoals ik wou. Nee, ik leg even uit de weken voorafgaand aan deze wedstrijd. Want ik zag een statement op je Instagram dat er van alles gebeurd is wat wij en de buitenwereld niet hebben geweten. Wat je misschien ook niet hebt willen vertellen om mensen die wijs te maken, maar wat wel degelijk van invloed is geweest. Dus vertel maar eventjes wat er allemaal aan de hand is geweest. Dus ja, ongeveer 10 dagen geleden of zo werd ik heel erg ziek. Hoge koorts in de nacht, weet je. 5 keer shirt verwisselen omdat ik zoveel zweette. Dus ik meteen Glover bellen, was natuurlijk in Danbury. Zeg, luister, ik ben ziek, ik pak rust vandaag. Ja, is goed, pak je rust. Is gewoon einde van je kamp waarschijnlijk. Weet je, het dingetje is omlaag. Maar ik bleef ziek 2, 3 dagen. En toen de derde dag was het echt... ik had dus ehrlichiosis. En dat kan overslaan in meningitis. En ik was in die stage. Dus dat betekent dat je hersenvlies ontsteekt in je ruggengraat, die hele zenuwstelsel. En dus in de nacht voelde het alsof er een spin onder mijn schedel op mijn hersenen zat en er niet uitkwam. Zo'n grote spin. Fuck. En dat de hele nacht door. En ja. Ik had een koppijn, dus ik bel Glover in de ochtend. Ik zeg, luister, we moeten naar het ziekenhuis gaan. Hij meteen komen, de hele dag in het ziekenhuis, onderzoeken, bloedonderzoek, meteen naar het infuus. En zeg, ja, dit is een foute boel, man. We weten wel wat het is, ook omdat je nek zwaar ontstoken is. En dit komt heel veel voor hier, hoor. Je hebt die tekenbeet. Het is ehrlichiosis en waarschijnlijk Lyme erbij. We gaan je bloed onderzoeken. Meteen aan de antibiotica, omdat ze toch echt wel bijna zeker wisten wat het was. En ja, vanaf daar was het gewoon fucked up, man. Gewoon ziek. 5, 6 dagen aan de antibiotica. En natuurlijk niet trainen. We hebben gesproken met management. En die heeft meteen gebeld naar Dana en gezegd van luister, dan kunnen we niet naar een van die andere contender series. Of volgende maand of 2 maanden, whatever. Elke uitstel is beter, toch? Zeggen kan niet. De planning staat gewoon zo vast. Dat kunnen we gewoon niet veranderen. Dus dan moeten we het cancelen. Oh, wacht even, wacht even. Ga ik het cancelen? Ik heb zo'n lange kamp. Ik voel me zo fit. Ik voel me zo sterk. Ik ben niet moe te krijgen. Gaat dit mij zo opfokken? Nee, kan niet. Dus ik werd wat beter. Weet je, ik kon wel weer wat lopen. Die antibiotica sloeg aan. Dus in ieder geval, die bacterie was weet je, gaan liggen. Tot 1 dag voor de partij moest ik mijn antibiotica nemen, by the way. Maar. Je voelde wel alsof je aan het liggen wat meer ging liggen. Dus ik kom weer een beetje trainen en patsen natuurlijk. Maar je bent al bijna in fight week. Dus je kan jezelf niet echt meer testen. Van kan ik zo vol gaan? Dus tuurlijk ga je 3 rondes op de pads en gaat het goed. Maar niemand gaat je zo aanvallen en zo weet je, bewerken en willen worstelen. Dat je echt diep moet gaan om die beslissing te nemen. En de mensen om me heen proberen me te beschermen. En ze zeggen luister, als je niet goed voelt, cancel. Maar je... Onze vechtersmind is zo sterk, weet je. Die zegt gewoon, luister dan. Ik ben ready, ik voel me goed. En weet je, fuck hem, zeg maar. Ik ga hem pakken, snap je? En, Vriend, schrijf een vriend. ja, ga ik weer naar Nederland? Is deze hele kamp voor niks geweest? Ga ik weer 2, 3 maanden wachten op de volgende fight? Nee, man, ik ga het gewoon doen. En wat er gebeurt, gebeurt er. Dat wist ik ook. Ik wist, er is een kans dat ik moe ga zijn. Ja. Want ik heb het eerder meegemaakt. Ziek gevochten. En ik weet, die kans is er. Maar... Mijn gameplan was zo duidelijk en zo strak, sowieso tegen worstelaars, is dat eerste ronde gaan ze je proberen te grinden, gaan ze proberen naar de grond te krijgen. Maar ik was heel confident en hij probeerde het tegen de kooi vasthouden en heel erg. Dus ik dacht alleen maar, doe maar, doe maar. Dit is goed. Ik ben confident hier. Ik heb goede overhoek, zus, zo. Ik kan je draaien af en toe. Jij bent straks moe, dan heb je een probleem. Dus in mijn vorige partij hetzelfde, black belt. Eerste ronde proberen, pap tegen de kooi. Tweede ronde ga ik je drukken. En dan ga ik je raken met die jabs en met trap. Maar het probleem was, ik was in de tweede ronde net zo moe als dat hij was. Dus als je kijkt, die jabs die waren er niet eens meer. Ze waren zo zwak. Ik voelde gewoon, dit is, snap je, je wil hem gooien. Paul zag een hele goede opening. Hij zegt linkerhoge trap, want zijn rechterhand zakt. Ik zag het en ik wist, die trap gaat nu niet snel zijn. Dus hij gaat langzaam zijn en ik ga nog moeier zijn. Toch doen, want die opportunity is daar. Jab. Linker slow-mo getrapt. Hij was langzaam en ik was nog moe. Mijn lichaam luisterde niet naar. Weet, het was niet explosief, was niet.
Scherp. Dus ook nog af en toe met onnodige stoten geraakt. En heel erg zonde. De partij Ja. was heel erg zonde weggegeven. Ja. Ja. Nou, vertel je iets over dat er iets zit bij iets bij je hersenvlies, hè? Dan ga je met antibiotica. Maar het klinkt ook iets als misschien wel wat iets wat riskant is, wat misschien gevaarlijk is, dat je überhaupt niet zou moeten vechten. Is dat Het was überhaupt al dodelijk. sprake geweest? Het was dodelijk. De dokter zegt: het is goed dat je nu bent gekomen. Je moest niet Ja. veel langer. Ja, man. Ja, man. Heavy shit. Ja. Ja, maar ik kan Ja. me voorstellen dat dat ook een rol speelt in je hoofd. Dat dat ook op je druk en weegt op een of andere manier. Ja, heel af en toe. Kijk, nogmaals, misschien ben ik dat, of misschien zijn dat fighters, maar onze mind. We gaan heel positief denken, visualiseren en ik ben goed en ik heb goed getraind en al die goede dingen uit het kamp halen. En dan heel af en toe komt er een klein stemmetje die zegt: hé, maar je was heel ziek, hè? Nee, maakt niet uit. Ah, pets nu laatst. Ja, ik voel me goed, toch? Oké, opwarming gaat goed. Oké, snap je? Dus dat stemmetje maak ik stil. En ik denk dat dat een soort overlevingsmechanisme is. Ja, lichaam die denkt van je gaat vechten, leven of dood. Beter ga je erin vertrouwen, snap je? Ja. En dat vertrouwen was er ook. Alleen aan het eind van de ronde was hij ook wel weg. Ja. De ziekte van Lyme is iets wat chronisch kan zijn. Het is niet iets waar je over het algemeen 1, 2, 3 van af bent. Hoe is dat, die prognose? Ja, dat moeten we afwachten. Ik heb alle antibiotica afgemaakt en we moeten gewoon bloedonderzoek gaan doen. En gaan kijken hoe daarmee verder gaat. Ik heb niet dat ik overdag heel moe ben of whatever. Ik heb niks. Echt alleen, ja, logischerwijs had het gewoon wel een impact op mijn fitness. Maar ik zelf verwacht niet dat het een chronische ding is. Ik hoorde dat ook niet veel voorkomt. Maar dat het vaak met deze antibiotica, het was een hele heavy antibiotica, dat ze allebei wel gekild kunnen zijn. En ja, dus dat moeten we even afwachten. Oké. Nou, laten we dat in ieder geval hopen. Ja, dan gaat die wedstrijd natuurlijk, daar ben je weken, maanden ben je daarop aan het voorbereiden. Er gebeurt zoiets en dat is overmacht. Dat kan je alleen maar bij neerleggen. Verlies je de wedstrijd. Wat overheerst dan het meest op jou? De teleurstelling dat je niet hebt kunnen winnen of de teleurstelling dat je niet hebt kunnen laten zien wat je eigenlijk kan? Ja, beide, man. Kijk, er staat heel veel mooie dingen aan te komen als ik deze mooi had gewonnen. UFC, die was al helemaal gaan filmen, Fight Week. Ze zouden meekomen naar Nederland. Ze hadden echt mooie plannen, mooie hype ervan te maken. Ja, er was een grote boss, Joe Rogan, die had me een berichtje gestuurd. Ja, allemaal van die gasten, weet je, dat je denkt van oké, dit is next level, next step. En natuurlijk dat ik niet heb kunnen laten zien, vooral ook wel, man. Want kijk, mensen. Kijk, de mensen om me heen, Glover, Alex, al die gasten, Paul, die me in het kamp hebben gezien, die zeggen van: je was zo ready, je bent zo scherp, je ziet alles, snap je? En dan, poha, hoe kan dit zo, snap je? Kijk, zij weten het, snap je? Zij hebben me zien liggen. Ze zijn, oh, wat topmensen daar. Ze waren elke keer bij mijn bed, Glover, zijn vrouw, Alex, zijn vrouw, soepjes brengen, fruit en dit en dat. Echt geweldig. En ze waren ook wel bang dat dit kon gebeuren, maar dat willen ze ook natuurlijk niet te veel zeggen, zodra ik die beslissing heb gemaakt. Maar ik heb niet kunnen laten zien waar ik al die tijd voor heb gewerkt en hoe goed het Nee. ging, gaat. En het zit er Ja. natuurlijk ook nog in, alleen ik moet het wel kunnen laten zien. Ja, Ja. ja. Geen man op de boord, weet je. Kijk, George, mijn manager, die is gewoon heel positief. Hij zei: luister, Dana knew about this. En ze hebben alleen maar respect dat je gewoon bent gaan staan. En weet je, de kansen zijn er nog. Ze weten wat je kan. En misschien moeten we een uitstapje maken naar LFA. Moeten we die titel daar pakken. En gaan we daarna rechtstreeks naar de UFC. Whatever. Hij zegt: luister, ik heb 100% vertrouwen in jou. Glover ook. Ze zeggen: je bent jong. Je bent 30 jaar. Je hebt zeker nog 7 goede jaren te gaan. Laten we zeggen dat je over. Al ga je over 3 jaar naar binnen. Maar als je worstel er zo hard opgekrikt in je kickboksen. Kijk, hun hebben het niet over 3 jaar. Die gasten die. Ze willen me pushen, snap je? Omdat ze weten wat ik kan. Ze zien wat ik kan. Ze hebben vertrouwen. Dus. Maar al is het over zo. Dan heb ik nog een aantal jaren om echt naar de top te komen, snap je? Dus het enige wat ik moet doen is mijn mind erop houden. En ook daarin geloven. En dan gaat het gewoon gebeuren. Ja, dus nu een kwestie van je wonden likken, teleurstelling verwerken. Ja, en je bent eerder met tegenslagen geconfronteerd geweest in je carrière, ben je ook sterker uitgekomen. Ja, Dus met andere woorden, ja, wees gewoon de vechter die je bent. Ja, en zo toon het karakter wat je hebt. En dan ja, komt je kans alweer. Gewoon hard blijven werken. Eén stapje terug en zak je twee vooruit. ja, inderdaad, man. Ik omarm dat. Ik omarm ook die lessen. En ik denk als het straks lukt, dan is het alleen maar mooi. En dan kan ik heel veel mensen inspireren die ook met tegenslagen te maken hebben, binnen of buiten de vechtsport. Maar ik denk dat dat een mooiere story creëert. En
zetten we toch wat neer.